Erik is al ruim 50 jaar trouwe fijn supporter in uit- en thuiswedstrijden. Hij heeft vroeger veel meegedaan aan sfeeracties en... Ja, weten jullie hoe we hem kunnen verrassen? Iemand die 50 jaar al bij de club zit, kunnen we verrassen en kunnen we iets terugdoen voor hem. En ja, dat is natuurlijk gewoon verschrikkelijk leuk en mooi om te doen. Ja, in principe toch vorig jaar die eerste Europese goal. Dat is natuurlijk een mooi moment. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Kan ik iets voor je doen? Midden in mijn interview. Ja. Nee joh, geitje. Ja, weet ik veel. Zullen we even deze kant op lopen? Want volgens mij is je ergens thuis zijn, toch? Nou, mooi verhaal, hè? Ja, dit is wel even een... Een ander begin van de dag als je had voorgesteld. Hallo, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Heb je dit mooie shirt al met je naam achterop? Nee, die heb ik zo niet. Wij als spelersgroep wouden iets terug doen voor de supporters en jij bent er één van. We hebben gehoord dat je al 50 jaar, misschien wel meer zelfs, ja, aan de club, meer aan de club verbonden bent. Dus bij deze willen we je graag in het zonnetje zetten en hebben we dit mooie shirt voor je geregeld. Was dat het? Nou ja, dit is nog niet alles. We hadden gehoord dat u ook uw seizoenskaart verlengd had bij de club. Daarom willen wij als spelersgroep zijnde graag uw seizoenskaart vergoeden. Zo. Dus vanuit de spelersgroep komt die er ook nog bij. Dus ja, dat is gaaf, man. Vanuit ons. Ik ben verbijsterd. Ik had dat helemaal niet verwacht. En dan gebeurt dit. Ja, dat is bizar. Heel leuk. Staat hij er goed op? Maar dit is wel weer heel leuk. Als je al zo lang meeloopt. En dat je dit dan als verrassing krijgt, ja, maak je nooit mee natuurlijk. Nou, hartelijk bedankt, hè? Ja, allemaal hartelijk bedankt. Jongen. Mijn gevoel zegt dat ze ons ook missen. Zeker het legioen. We zijn er overal. En voor hun is het natuurlijk ook naar ons toe een gemis.